Hier in Doetinchem liep het vannacht totaal uit de hand toen een kleine ruzie ontaarde in een massale vechtpartij tegen de politie. Ik kreeg een melding van een vechtpartij bij een uitgaansgelegenheid. Toen we erop afgingen, toen was de groep al verplaatst naar een andere straat waar iemand mishandeld werd. Ja, en al een korte tijd later keerde die groep zich tegen de politie. Dat was aanvankelijk een vrij kleine groep, maar steeds kwamen er meer mensen bij. En uiteindelijk stond er een groep van bijna 50 mensen tegenover 8 agenten. Die voelden zich zo bedreigd dat ze ook een wapenstok hebben getrokken. Ze hebben pepperspray gebruikt. En ze hebben de hulp ingeroepen van andere collega's uit heel Oost-Nederland. Dus die zijn overal vandaan gekomen. Uiteindelijk waren we daar met 50 agenten zo ongeveer aanwezig. Door de groep werd geschopt, geslagen richting de agenten. Er is ook een van de agenten gewond geraakt. Ze raakte gewond aan haar hand en ze kon gelukkig ter plaatse behandeld worden. Maar er was sprake van veel agressie. Mijn collega's hebben daar flink moeten optreden. Er zijn veel mensen op straat geweest natuurlijk, mensen die het gezien hebben. Het kan ook zijn dat de mensen filmpjes hebben gemaakt, dat gebeurt tegenwoordig vaak. Die willen we heel graag hebben. We willen heel graag bewijsmateriaal hebben, zodat we kunnen aantonen welke mensen geweld tegen de politie hebben gebruikt, zodat zij uiteindelijk ook vervolgd kunnen worden. U bent nog op zoek naar iemand? Ja, er is iemand mishandeld door deze groep, dat hebben we gezien. Dat slachtoffer is op de vlucht geslagen. We hebben de verdachte voor die mishandeling aangehouden. Maar we zijn dus nog op zoek naar het slachtoffer. Dus diegene die willen we heel graag spreken. En we vragen dan ook of die zich wil melden bij de politie, telefonisch of op het politiebureau.